Hoe het nou precies is gebeurd, dat weet ik niet zo goed. Er wordt gezegd van Emden, de stedenbouwer. Er wordt wel eens gezegd Fred Deris. Er wordt ook wel eens gezegd Van den Broek en Makema. Wie het precies heeft bedacht dat je eigenlijk die winkels apart zou moeten bouwen en van de woningen een aparte opgave zou moeten maken. Maar de basis ervan ligt vermoedelijk in de noodwinkels die voor het postkantoor op de Coolsingel zijn gebouwd aan het begin van de oorlog. Dat was een straatje met aan deze kant expeditie vanaf de rijweg en aan de andere kant door een steegje. En daartussenin liepen dan de voetgangers. En daardoor hadden we een lijnbaan avant la lettre in de zin van een echt voetgangersgebiedje speciaal daarvoor gemaakt. Wat in het verleden dus nooit eerder op die manier was ontworpen. In ieder geval, dat was de basis om het ontwerp te gaan maken van die lijnbaan. De heer De Boer, voorzitter van de Stichting Winkelcentrum Rotterdam, spreekt over een bijzondere dag, nu na jaren voorbereiding de lijnbaan is voltooid. Hij brengt hulde aan de ontwerpers van de lijnbaan en aan de bouwonderneming Dura. De Stichting Winkelcentrum Rotterdam heeft haar taak nu volbracht. De winkeliersvereniging Lijnbaan neemt het over, waarbij de 4-jarige Mia Giesbers, dochter van Jan Giesbers van de modeketen Meddens, de voorzitter van de winkelpromenade Lijnbaan, de schaar voor het doorknippen van het lint aan ingenieur Witte mag aanbieden. De marinierskapel speelt passende muziek en het publiek stroomt massaal toe, waarbij, wegens de grote belangstelling, de looprichting van het publiek door hekken gescheiden moest worden. Nou, dan komt het volgende idee. Wat was die lijnbaan? Veel mensen noemen het een winkelcentrum. En een winkelcentrum is het natuurlijk ook in wezen wel, want het ligt in het centrum en er zijn veel winkels. Maar als je vandaag de dag een winkelcentrum maakt, dan is er een ontwikkelaar en die maakt dat. En die bepaalt alles en die verhuurt vervolgens die winkels. In dit geval was het een opdracht. Waren het 66 opdrachten, niet één opdracht, 66 opdrachten. Met 66 bouwvergaderingen elke 14 dagen. Bij voorkeur 's avonds, want die winkeliers moesten overdag winkelier zijn. Dus dat was een gigantische opgave. Dat is een ontzettende klus. Maar je ziet daaraan dat de eisen van die winkeliers waren heel verschillend.